Welkom bij Mokkels Springen. Het programma waar een aantal bloedmooie vrouwen met elkaar de strijd aan gaan op de trampoline. En dan heb ik het natuurlijk niet over een beetje springen. In deze afvalrace krijgen de dames een aantal pittige opdrachten. Een vakkundige jury zal bepalen welke dames er door mogen naar de volgende ronde en wie zich Mokkels Springen koningin van Nederland mag noemen. De eerste halve finale van Mokkels Springen. Jawel, het is zover. Onze jury zit er klaar voor. Onze dames staan klaar. Mag ik als eerste verwelkomen, alsjeblieft, Lily. Hi, ik ben Lily. Ik kom uit Brazilië. Ik woon al 2 jaar in Nederland. Ik sport bijna elke dag, want mijn werk is echt sport. Dus ik ben echt een sportieve vrouw. We gaan even trainen om heel hoog te komen. Als je heel hoog wil komen, moet je je armen meezwaaien. Goed. Kijk uit, kijk uit. Ik vind trampolinespringen echt moeilijk. Ik zie de heren van de jury ook kijken zo van, hé, maar die kennen we niet. Dat klopt. De reden waarom jij hier zomaar staat is omdat jouw tegenstander uitviel. En dat betekent dat jij in 1 keer door kon naar de halve finale. Dus geen voorrondes. Dat wordt spannend. Dan wil ik graag ook jouw tegenstander introduceren, maar die kennen we inmiddels wel. Dat is Daisy. De eerste opdracht die ik moest doen was make-uppen. En dat was best wel lastig. Maar het ging vrij goed. Dus armen zwaaien. We zien hier boven ons een aantal ballonnen. Die ballonnen die moeten jullie allemaal kapot zien te krijgen. En dat binnen de sessie van 2 minuten. Het kapot maken van een ballon is niet zo lastig. Doe je dit nou met een salto, pirouetje of iets anders, dan levert dat natuurlijk extra punten op. Het wordt nu echt serieus. We hebben al wat afleveringen achter de rug. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Snoep. Bevordering wil ik zien. Ze hebben het al een tijdje gedaan en dus nu wil ik hoge dingen zien. Neem alsjeblieft allebei plaats op de trampoline. De halve finale van Mokkels Springen gaat nu beginnen. 3, 2, 1, go! Hoppa! Dat was de eerste. Hoppa! Goed, probeer. Goed werk, jongen. Omschakel. Ja, Lily heeft de laatste ballon te pakken. Deze nog een paar. Kom rustig deze kant op. Kom maar. Dat was de eerste halve finale. Ik ben heel benieuwd naar de score van de jury. Snoek, ik kijk jou aan. Laten we beginnen bij Daisy. Was goed, ik geef haar een 8. Een 8. Ik ben een beetje teleurgesteld in Daisy. De voorgaande wedstrijden had ze veel meer pit. Had ze er ook veel meer zin in? Heeft je vriendje het uitgemaakt of zoiets dergelijks? Nee, ik heb gewoon echt ontzettend pijn in mijn rug. Dat is wel een reden. Een redelijke verklaring. Oh, ja. Dus voor de moeite krijg je sowieso gewoon een 7 van mij. Dankjewel. Een 7. Chris. Ja, ik ga Daisy. Ik er hangen nog 2 ballonnen. Dat vind ik zonde. Ja. Dus ik kom uit op een 6. Dan kom je uit op een totaal van 21 punten. Niet heel veel, maar misschien is het toch goed genoeg. Daar komen we nu heel snel achter. Ik wil graag van de jury weten wat zij vonden van ons nieuwe talent, Lily. Ja, Lily, het leek wel of je Spaanse peper had ingeslikt, joh. Ja, je bent wel een debutant natuurlijk, dus ik ga niet gelijk heel veel punten geven. Een 7. Een 7. Lexus. Nou, Lily, je bent even groot als keizer en je springt bijna tegen het plafond aan. Mijn hart heb je gestolen vandaag. Van mij krijg je geen 10, van mij krijg je geen 9, van mij krijg je een 11. Snoek. Ik geef haar een dikke 9. Dan kom je uit op 27 punten. Dat betekent dat jij toch Daisy van haar troontje hebt gestoot, om het zo maar te zeggen. Daisy, jij moet helaas naar huis. Dankjewel voor het meedoen. En gefeliciteerd. Dankjewel. Met deze eerste overwinning. Ik heb mijn best gedaan en ik ben blij.
Nou, jij gaat in ieder geval door naar de finale. Dit was het voor deze aflevering van Mokkel Springen. Tot volgende week.